is 7 uur. We gaan elk moment beginnen. Dus lekker. Is het nodig? Is het nodig? Ja, want ik ben aan het vloggen. Want andere mensen hebben een jaar vergeten te vloggen. En dan weet je opeens niet meer hoe je switchaar eruit zag. Dus ik ga vloggen. Hou je mond, Rut. Oké. Okay. Ik ben net ingewerkt door deze gasten. Hoi en hoi. Ja, mooi. Wat gaan we eten? Pasta met spul. Pasta met spul. Nou, ik ben directeur van Youth Christ. En daar ben ik super blij mee. Wat moet je doen als de vaatwasser kapot is? Afwassen! Met de hand. We zitten nu in een bus. We zijn heel bang. Oh, wacht, de deur is nog open. Nou jongens, wat zouden wij gaan doen? Zeg, jongen, jongen. Verrassing. Een verrassing. We hebben een verrassing. We hebben een fotoshoot. We zijn heel blij, want we mogen op de foto. En we komen op banners en zo. Oh my goodness, we komen door heel Nederland. We worden beroemd. Oh ja. Echt wel, wow. Echt wel? Ah, wacht even. De voorstelling begint over een kwartier, 10 minuten. Het voelt niet alsof ik er klaar voor ben. Ik heb geen idee of het gaat lukken, maar ik ga het wel zien. Wij staan hier in Ede, een half uurtje van het hoofdkantoor vandaan. Ja. En wij zijn hier, wat zijn we hier aan het doen? Nou ja, we zijn hier met jongeren op bezoek en we gaan met jongeren gaan we allemaal activiteiten doen hier. Dat was voorstelling 1. Maar het ging zo slecht is een groot woord, maar het ging niet vlekkeloos, zeg maar. Lijkt het, Daniel? Het lijkt net, ja. Van door ik zie het niet. Er zitten echt niet veel. Dit is ook zeer gênant. En 1.1 gaat met Henrique, heet hij toch? Met Henrique mee. Ik vertel Henrique zo waar ze moet zijn. Kan iemand mij uitleggen wat we nu gaan doen? Ja, dat is niet. Ja, ja, ja. Oké, okay, had ik het snoertje niet goed in? Heb je de headsets op? Maar had ik hem niet goed of zo? Nee, je had een staartje. Ja, weet ik maar. Dit laat je ja, wij zijn zo grappig. Het is niet normaal. Nee, hè? Wow, alles is groen! We gaan vandaag weer 2 shows draaien. 6 klassen per show, dus het is dan 5 klassen op 1 dag. En dat is natuurlijk fantastisch dat we zoveel, daar zit de camera, dat we zoveel gasten kunnen bereiken wat op 1 dag. Wat zeg je nou? Hoeveel klassen? 12. 12? Ja. Ja. Wat zijn jullie ver! Ja. En het ziet er echt super vet uit. En dan ben je opeens met elektrotechniek bezig, ergens in een kruipruimte. Allemaal voor het jubileumfestival. Kijk, en wat ga jij nou doen? Ik heb buscursus. Zo. Van wie? Van wie zit daar? Ja hoor, de master ja, zelf. Hoor. Omdat ik dat altijd heel erg vond als ik dat zag. Ik weet niet, of een van jullie... Wie heeft jullie wel eens gepest? Maar je staat dan beetje te lachen. Uh-oh. Vertel eens. Ja, gepest. Ik was nooit heel erg. Maar het was geen plagen. Ik was eigenlijk wel pesten. Yes, waar zijn we? Bij de McDonald's. Voor? IJsjes. Als beloning. Als beloning van Leon, hè jongens. Tussen hard zijn en je voor jezelf opkomen. Wat vind jij ervan? Weet ik veel. Oké, laat ik het anders stellen. Jij zei net dat je hebt moeten leren om hard te worden. Ik ben super moe, want we zijn vanochtend om 6:10 begonnen en ik lag pas om 11:30 in mijn bed. Maar nu
super in voor de piep en heel veel mensen. Kijk. Heel veel mensen. Wow, zoveel mensen heet daar Schiel. Wow! Ah, Jesse, wat doe je nou? Oké, jongens, dit is Jupiter Christ. Bang, kappen! Ja, adem in, adem uit. Jij bent ziek. Hoor echt, ja, gek. Nou, we staan dus weer op het meerwaardecollege de volgende dag. En alles is dicht. Helemaal niemand. Overal waar je kijkt, is gewoon helemaal niemand. Heeft die foto nou zoveel meerwaarde hieraan? Dit wat je om je nek hebt. Ik weet niet wat daar de meerwaarde van is. Jij bent niet echt veel meer waard. Als jij dat eens normaal doet, zou ik je wat meer waarderen. Jongens, we moeten spelen, kom op. Meerwaarde, de heren. Maar wat is daar dan weer meerwaarde van? Deze vest heeft meer waarde dan jouw trui. Awesome! Bam! Na een week hier geweest te zijn, weten we wat de meerwaarde is. Jullie hebben nou twee potten. Welke heeft nou meerwaarde? Deze? Nee, deze, want die zit meer in. Vandaag aan tafel hebben wij twee extra gasten uit Duitsland. Die persoon en deze persoon. En het is, ze komen uit Duitsland van de organisatie Jupiter Christ. En ze komen hier kijken. Of wat wij doen met Switch, of dat ook iets is voor de Youth for Christ in Duitsland. Drie keer op je neus en je hoort toet. En die keer hier. Nou, toen werd ik gevraagd om een keer te komen. En toen dacht ik, dit is het, ik moet hier gewoon terug. Dus toen heb ik Lianne in de veldbak gegooid. Vandaag is er van alles kapot gegaan. We hadden een stroomdip wat ervoor zorgde dat alles kapot ging en alles uitviel en een hele harde klap maakte. En de beamer vloog vervolgens in brand en de monitoren die zijn ook een soort van ontploft. Ja. Wil je met me trouwen? Nee. Oh. Oh man. Dus wat gaan we doen met drempeltjes? We gaan ook even twee keer om de rotonde. Twee keer om de rotonde? Dat is een uitstekend idee, Daniel. Ja, dit zijn die jongens. Nou, dit is Annemar van de EO, presentatrice. Ik ben dus even langs geweest en ik vond het dus een onwijs goede voorstelling. Maar we gaan nu nabespreken in een klas, dus later. Top, doei! Later, doei! Jongen, help, het is Oktoberfest! De leraarkamer ligt allemaal voorbij. Is het echt waar? Het is echt waar. Dat hebben we één keer eerder gehad. Daar valt hem bij. Dan moest ik allemaal dingen eten op school die ik heel vies vond. Trauma's! Ja, daar, dat is nou een goede naam, Marijn. Ja, waar moet je wel zeggen waar? Rennen? Ik heb ook al een shotgun. Wat ga je doen? 3, 2, 1, go! Go! Ver! Ja! Ja! Bij het hek! Zo Ik vang hem niet! Kan jij hem niet
Nee, nee! Dames, bij deze de heren. Omdat jullie vandaag lessen hebben gegeven en de heren niet. Jij, ik. Nee, ik mag geen klas meer. Lieve Annie, maar ben jij toch een geweldige meid? Ja, die ons allemaal verpijt. Een zacht karakter, dat heb jij. Jouw zorgzaamheid maakt mij onwijs pijn. Als hun ook. Als actrice doe jij het supergoed. Ik ben trots op jou hoe jij dit allemaal doet. Merk, lieve Wiets, een waardevolle Zwitser ben jij. Enthousiast, behulpzaam en heel erg blij. Soms meer energie dan de rest, maar nooit zoveel dat je de sfeer verpest. Dit is speciaal voor jou geschreven, omdat jij geniet van je energieke leven. Optreden en werken met jou is voor mij een eer. Ik geniet van jouw aanwezigheid keer op keer. Ik weet zeker dat het goed gaat komen de rest van het jaar en onthoud, ik sta altijd voor je klaar. Oh, schatje. Lieve Lianne, dapper is het woord wat in me opkomt als ik denk aan jou. Je bent een geweldige switcher en een toffe buurvrouw. Ik wens je het meest toffe jaar dat je ooit zult beleven. Ontzettend bedankt voor de energie die je tot nu toe hebt gegeven. Ik hoop dat al je wensen uit zullen komen en dat je hart met liefde voor anderen zal blijven overstromen. Oh. Oké, het staat. Wacht. Het zit zo hier. Nee. Oké. Waarom doe je switch? Sorry, Leon! Wat denk jij aan nu? Oké, ik ben zijn begeleider. En ik weet niet waar hij mee bezig is. Kom even. Niet groot, hè? Ik weet niet, maar hij past zo in een woongroep. Mijn ouders vasten ook als ze wisten hoe ze naar YouTube moesten komen. Dan add ik jou er toch gewoon altijd uit, gewoon in zwarte balkjes voor de ogen. Hey, ik was het aan het zeggen, dat heb je weggeknipt. Dan moet je... Hey, ik was het aan het zeggen, dat heb je weer uitgeknipt. Oh, makkelijk is dit. Nou, weet je wat jij... Daniel, stop met knippen. Serieus. Ja, kijk, daar heb ik dus nooit last van. Ik kan gewoon echt maar dit is een nooit een knip. Nou, dat kan ik... Hey, godverdorie. Hou op. Ja, maar dit is de lichtste die we hebben. Oké, nou dan gaan we. Moet je mijn onderkant vasthouden? Dan voel ik uit de kanaal. Jij moet in het midden. Voor jou! Zo. Yes, let's go! Prima. Top. Welkom bij heel Youth Squad Bakt. Dit is de grootste prank die er bestaat. Echt waar, dit kan niet. Ja, stop daar maar even mee. Waarom? Het is niet mijn tractatie, ik ben ook niet jarig. Dat hebben we van de school gekregen en het was niks idee. Ik denk wel. Ik zal me even. Oh my god. Maar, Nou Lianne, de prank is best wel geslaagd. High five. Oh my goodness, jullie zijn echt leuk. Zij vinden echt overal. Ah, yes. Ja, dit zijn van heel mijn fans. Zijn de grootste fans. Ja. Zijn dit de grootste fans? Dat is niet waar. Dat zijn mijn ouders. Omdat we vandaag in Zwolle hebben gespeeld, dachten we, weet je wat? We gaan even langs Wapenveld, want het ligt toch op de route, dus even langs de ouders van Wietske. Wacht, ho, maak het geluid.
Oh ja. Oeh. Jij en ik en samen met deze hele groep zijn wij het kerstteam van dit jaar. Mijn team is sowieso het beste. Niet vanwege de mensen die bij mij zitten, maar vanwege mij. Oké, dit is mijn script. Ja, het is bijna mijn script. Ik moet nog één dingetje doen. Zo. Nu is mijn script. Voel dat borrelen. Voel de bruisen. Jij bent niet voor niks switchen in dit jaar. Ja? Voel dat. Kom. Oh! Hou mijn buik bij je. Kijk, het lijkt op kerst. Het is geen kerst, het is Sinterklaas. Het lijkt op kerst, Lorette. Nou, hè, het lijkt wel op een beetje lang te zijn. Ja. Op dit moment mag ik alle audio-opnames verzorgen voor de kersttour. En dat vind ik natuurlijk reuze leuk. En Marijn vindt dit denk ik ook heel erg leuk. Ja, superleuk. Jeroen! Bliep alsjeblieft weg. Jammer. Recht in de kruising en de keeper die daar maar komt echt veel te kort. Hij werd in Nederland is veel dan nu. Ja, wat was het? Nu komt het dag, moment van het jaar. Verslingeren van het jaar. Als jij nou vandaag gaat staan. Ja, hier. Nee, wat? Wacht even. Ja. Yes. Wacht even hoor, meneer. Hoppa. Oh, recht in mijn smoel zat, joh. Ja, de beste doe ik even mee. Oké, daar komt ie. Dit zal lachen. Ik heb hem. Hey. Ja, kom aan. Hoppakee, nog één. Ja, hou je ons vol. Nee. Yes, skip ze. Ja. Oh, ja. Met een vet. Hoppa, nee. Ja, Janneke, bang. Ja, hier. Pas op. Vanavond geen sinaas drinken, jongens. Ik zal maar even naar mij. In de pocket. En zo zijn we weer aan het begin van ons nieuwe stuk succes. De spanning komt weer terug. Welkom op de kerstmarkt in Amsterdam. Waar wij de aankomende 2 weken op de groot nemen. We gaan hier een kerstvoorstelling doen. En hartstikke leuk. Rustig, daar helemaal zin in. Martin, laat je niet zo kennen, joh. Deze keer kan je echt een aanstellen. Hij heeft een schaar. We zijn bij een locatie van Youth for Christ. We hebben net bij de mix en we hebben zojuist lekker gegeten, hè? En nog. Ja.
je aan, joh. Boef. Nog een keer. Ja, nu is het klaar, joh.